Mijn naam is Kevin Absilis. Ik doseer aan de Universiteit Antwerpen moderne Nederlandstalige literatuur. Dat betekent dat ik beroepshalve overwegend bezig ben met literaire teksten voor volwassenen. Maar in huiselijke kring heb ik mij de laatste jaren ook kunnen opwerpen tot een expert, althans een ervaringsdeskundige, op gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. En dan in het bijzonder die van de Vlaamse en Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. En het kan niet genoeg onderstreept worden hoe goed die traditie wel niet is. We hebben fantastische schrijvers, geweldige illustratoren. En het was dan ook helemaal niet gemakkelijk om mij vandaag voor de voorleesweek te beperken tot slechts één boek. De keuze is uiteindelijk gevallen op Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam, van de Vlaamse schrijfster en illustratrice Gerda den Dove. Het is een prachtig boek, zoals u zo meteen zult kunnen merken. En het is ook wel interessant, omdat het verhaal heeft ze helemaal zelf geschreven, maar ze heeft zich wel gebaseerd op eigenlijk een oude Vlaamse vertelling, die onder meer ook al door de Vlaamse auteur Felix Timmermans vele jaren geleden op het papier is gezet geweest. Maar Gerda den Dove heeft daar een heel eigen draai aan gegeven, zowel aan de tekst als via haar illustraties. Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam. Op een dag kwam er een engel naar de aarde, helemaal vanuit de hemel. Hij had een trompet in zijn hand en hij liep een beetje mank. Zijn grote vleugels sleepten over de grond. Het was, eerlijk gezegd, een hele oude engel. Hij slofte over de aardbol en blies af en toe op de trompet, want hij had iets belangrijks te zeggen. Teut, teut, maar het klonk flauwtjes. Die oude engel, Gabriel was zijn naam, had het zelf nog meegemaakt dat er eerst geen en toen wel dieren op aarde waren. Dieren met een staart en dieren zonder. Grote en kleine dieren, wilde en tamme, maar allemaal zonder pluimen of schubben of een gestreepte pels. Of ze nu 2, 4 of geen poten hadden, ze hadden alleen maar vel, bloot vel. Er viel werkelijk niets te aaien. Ze hadden zelfs geen naam en dat was erg verwarrend. Onze goede vader heeft zijn werk niet goed gedaan, vond Gabriel. Hij heeft niet afgemaakt waaraan hij begonnen was. En zo was Gabriel naar de goede vader, onze lieve heer dus, gesloft. Almachtige en goede heer, sprak hij beleefd maar kordaat. Ik zeg het u niet graag, maar ik vind dat ik het u toch moet zeggen. De dierenafdeling, daar is iets mee. Zou het niet kunnen dat er nog wat aan mankeert? Echt waar. Gabriel was vriendelijk gebleven, maar de goede vader was als een vulkaan uitgebarsten. Had hij geroepen. Hoe durf jij zoiets te zeggen? Alles wat ik maak is perfect. En als het niet perfect is, dan is het zo bedoeld. Trouwens, Gabriel, als je het zoveel beter weet, doe het dan zelf. Oela, Gabriel, had Gabriel gemompeld. Ik zeg al niets meer. En hij oefende nog wat op zijn trompet, want dat was nodig. Maar van al dat getoeter werd onze lieve heer vreselijk zenuwachtig. Stop, Gabriel, het is al goed. Bon, dat is Frans voor oké. Je hebt gelijk. Al dat roze en bloot en zonder naam, dat loopt inderdaad niet goed af. Luister, Gabriel, ga jij vandaag nog naar de aarde en zeg tegen de dieren dat ik hen volgende week kom afwerken. De goede vader keek in zijn agenda. Niet op maandag, dan heb ik gitaarles. Dinsdag moet ik naar de tandarts. Woensdag heb ik mijn praatgroep. Donderdag. En ik wil niet te veel pottenkijkers van mensenvolk, tenzij ze voor de krant of voor de tv werken. Hallo en let's go, Gabriel. Onze lieve heer spreekt echt waar alle talen. Zo gezegd, zo gedaan. Gabriel gaat dus naar de aarde, brengt de dieren op de hoogte van hun afspraak. Aanstaande donderdag komt de heer hen eindelijk afwerken. En inderdaad, volgende donderdag om precies 6 uur in de ochtend kwam onze lieve heer neergedaald op een grote wolk. Van overal kwamen de dieren aangekropen, aangewaggeld, aangesprongen. En omdat de meesten van hen zo nieuwsgierig waren naar wat er zou gebeuren, dachten ze er ook niet aan elkaar ondertussen op te eten. Het was een gewriemel van lijven en poten, staarten en koppen. Gabriel werd er moedeloos van. Op één lijn, riep hij, op één lijn. Een lijn, wat is dat nu weer? Vroeg een heel dun beest van wel 3 meter lang en zonder poten. Gabriel tekende iets op het bord
En de andere dieren riepen, ah ja, dat dus. En ze sprongen met z'n allen op de lijn die daarnet de vraag had gesteld. Nee, schreef de Gabriël, niet zo. Ik bedoel, in een rij, achter elkaar. Jullie zijn niet alleen bloot, jullie zijn bovendien dom. De stem van Gabriël klonk als een echo in de sneeuw. Dom, 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 dom. Het werd akelig stil. Nog stiller dan in deze bibliotheek. Iedereen keek naar Gabriël. Er werd gegromd, gesnoven, gesist. Hola, dacht de goede vader, dit loopt niet goed af. Hij lachte zenuwachtig. Hahaha, die Gabriël toch. Bon, beste dieren, schep moed, heb geduld. Wij maken er iets moois van en de eerste mag bij mij komen. Wel 10 dieren sprongen tegelijk naar voren. Ik, riepen ze allemaal en bovendien tegelijk. Jezus, Maria, Jozef, zo gaat het niet, riep onze lieve Heer geschrokken. U daar, ja, u daar met die staart. Komt u maar eerst. Maar ook dat hielp niets, want bijna alle beesten hadden een staart. Bon, sprak onze lieve Heer, deze dan maar. En hij trok een dier naar zich toe. Zeg eens iets, zei hij tegen het beest. Buh, zei het beest. Interessant. Boeit u nog eens? Boe. Goed. Zeer goed, dan bent u vanaf nu een boe. Hola, momentje, niet akkoord, kuchte Gabriël. Een beest dat heet zoals het spreekt, dat is te verwarrend. Trouwens, beste goede heer, het is niet boeien, maar loeien, dus is dit een loei. Koei, zei de goede vader streng, dit is een koe. Right, en breng me nu maar mijn verfdoos. Beste koe, sprak onze lieve heer, kies uw kleur. Mogen het er ook 2 zijn? Vroeg de koe. Vooruit dan, maar haast u, want er staan nog 420.000 beesten achter u te wachten. De koe staarde voor zich uit en zei tenslotte, ik ga voor wit en zwart. O, gedurfd, riep er iemand vanaf de derde rij. Sst, siste de andere. De goede heer schilderde de koe helemaal wit en liet de rest over aan zijn helperengel. Maar die had er eerlijk gezegd niet zoveel verstand van. Hij verfde hier en daar een spatje zwart, blies een keertje over de natte verf en liet de koe toen gaan. De verf droop in vlekken naar beneden. De tamme dieren kwamen eerst aan de beurt, dan konden ze veilig naar huis terwijl de wilde beesten nog stonden aan te schuiven. En daarna deed de goede vader de vogels, de vissen en de microben en zo verder. Enfin, iedereen werd dus afgewerkt en iedereen kreeg ook een naam. Vreemde namen soms. Tarantula. Pantoffeldier. Jan van Gent, Pissebed. En vraag me niet hoe ik dat zo allemaal verzin, had onze lieve heer halverwege de dag gezegd, toen er iemand van de plaatselijke krant voor een interview kwam. Ik volg mijn gevoel. Toen het laatste beest was afgewerkt, sprak de goede vader, het is volbracht. Het is tijd om naar boven te gaan, ik ben moe, mijn verf is op en mijn krultang koud. Kom aan, engelen, spoel de penselen uit, de wolk staat te wachten. Maar toen riep iemand van heel ver, wacht op mij! Een roze stip kwam aangerend en hij kwam snel dichterbij. De andere beesten weken uiteen. Oh nee, zuchtte onze lieve heer. Hoe heet jij en waar kom jij vandaan? Hoe ik heet wilde ik nu net aan u vragen, maar waar ik vandaan kom, dat weet ik wel. Uit een boom. Ik kon gisteren niet slapen van de zenuwen, dus ik dacht, ik drink een wijntje, maar ik heb nogal veel gedronken, ben in slaap gevallen, heb mij overslapen en toen ik zo net wakker werd, ben ik zo snel mogelijk naar hier gekomen. Ik wil zo graag vleugels, begrijpt u? Onze lieve heer schudde zijn vermoeide hoofd. Mais enfin, kreunde hij, alles is op. De pluimen, de verf, alles. Je bent veel te laat. Toe, beste goede heer, toe, doe uw best. Onmogelijk, op is op. Toe, alsjeblieft. De goede heer woelde in zijn haar, schudde nog een keer zijn zware hoofd, dacht diep na, bekeek aandachtig de krultang en wat er toen gebeurde, hij verrichtte een echt wonder. Hij plukte een klein sterretje van hoog uit de hemel, warmde de krultang eraan op en greep daarna de staart van het arme dier. Ah, kreeste het beestje, hou op, het is dit of niets, sprak de goede vader streng. En toen draaide hij de staart van het beestje rond de hete krultang. Oh, zeiden de andere beesten toen ze de mooie krul zagen. Wow,
Bon, knikte de goede God tevreden en hij haalde de tang ook nog eens over de oren van het beestje. Het leken wel vleugels. Flap er eens en zie, het diertje kwam een beetje van de grond. Een heel klein beetje. Als je hard genoeg probeert, dan zul je misschien ooit kunnen vliegen. Ga en leef als een varken, jij zwijn. Kom, engelen, let's go. En de wolk met God en zijn engelen schoot de lucht in. En zo komt het dat het varken nog steeds bloot is en roze, maar met hele mooie flaporen en een prachtige krulstaart. En met twee namen, zwijn en varken. Zoals de kat, die ook wel poes wordt genoemd. Enfin, als de wind goed staat, dan klimt het varken in een boom, draait snel, snel, snel met zijn staart, flappert flap, flap met zijn oren en probeert te vliegen. En naar het schijnt is het hem zelfs al een keertje gelukt. Heel even maar, al heeft niemand het ooit gezien. Tenzij Gabriel misschien, of de goede vader.